De lesvergoedingen aan de vaste docenten en parttimers van het Natuurtechnisch Instituut, NATIN MBO, zijn vanaf oktober 2022 niet voldaan. Dit was volgens de docentenkorps van het NATIN Collectief reden genoeg om maandag 30 januari en dinsdag 31 januari een prikactie uit te voeren. Dit zegt Brian Tukimin, algemeen coördinator NATIN, in gesprek met onze redactie. Volgens Tukimin is er vanuit het NATIN-collectief een brief met de gestelde eisen uitgestuurd naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het NATIN-collectief heeft in de ALV van afgelopen vrijdag aan mij gezegd dat vrijstelling krijgen de docenten die moeten surveilleren. Dus toetsen en examens zijn normaal afgenomen die nog moesten plaatsvinden, maandag, dinsdag tot en met vandaag. De prikactie heeft geduurd tot en met gisteren. Ik heb vanmorgen nog een CC gehad van een brief gericht aan de minister, waarin de minister wordt gevraagd om duidelijkheid met betrekking tot de uitbetaling van de lesuren. En dat verwachten ze uiterlijk vrijdag van de minister te horen. Als wat in de brief staat dat niet gebeurt, zullen ze dan aanstaande maandag weer in prikactie gaan. De coördinator zegt dat de docenten al een jaar onder dit probleem gebukt gaan. Het is hun recht, we hebben het allemaal moeilijk in het land, zegt Tukimin. Normaliter worden deze overuren en lesuren eind van de maand december uitbetaald. En sinds het afgelopen jaar heeft het gespeeld dat pas in tegen eind april is uitbetaald. Dus eigenlijk speelt dit al een jaar en dit keer maken ze het weer mee. En ze hebben gewacht tot 1 januari om te kijken of het wordt uitbetaald. Dus daarom dat die prikactie afgelopen maandag is opgepakt door het NATIN-collectief. De overuren en vooral voor de parttimers, die ontberen hun loon sinds oktober al. Dus zij moeten al 4 maanden zonder loon dat doen. Februari wordt de 5e maand, dus wij hopen echt dat het uitbetaald eind februari. Maar zoals het collectief heeft gevraagd, is dat het midden februari wordt uitbetaald. Tukimin geeft als advies aan de regering de gemaakte lesurenstaat van de scholen bij te houden. Indien een school op tijd is met haar lessenstaat, dient deze zo snel mogelijk uitbetaald te worden.